En dan nu iets heel anders. Zijn. Je wilt het echt wel graag. Ik heb een idee. La la la, mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu. Le pavé de ma rue était tout bête. Les refrains de Paris avaient pris le maquis. Les forains, l'orphéon, la chanson de maquis. Mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Quand le vieux musicien dans le quartier vient revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens. Les titis, les marquis, c'est parti mon kiki. La chansonnette après l'effet d'or, car tous les transistors soudain s'arrêtent sous le ciel de Paris. Hi, ik heb ze nog leeg gelezen. Wat wil je? Staat ze geld? Sorry, bent een beetje zichtbaar. Oh, pardon. Het is voor de tennisclub. Tennisclub.
Le cœur est bon et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit. La la la, oh les cœurs, avec moi tous en cœur. La chansonnette et passons la monnaie. Merci. En garçon qui connaît. La chansonnette, il a fait sa moisson de refrain de Paris. Les forains, l'Orphéon, la chanson de Maquis. Car on n'oublie jamais le flonflon qui vous met. François Terrain, ik kan mezelf niet aan je bekendmaken, maar ik weet dat je leven in gevaar is. Een oude vriend van je woont tegenwoordig op de Kunning van Oststraat 34 in Nijmegen. Ook hij is zijn leven niet zeker. Verzoek je vriendelijk bij zijn huis aan te kloppen op 12 juli om 11:30 en daar enkele dagen te verblijven. Ik heb hem ingelicht dat je komt en zal met ieder van jullie op dit adres contact opnemen over welk gevaar er schuilt. Mais on trouve un beau jour la chansonnette d'amour. Ik ben een beetje verbaasd. Ik had niet gedacht dat ik jou hier zou zien. En dat gedoe bij de deur. Wat sloeg dat op? We worden in de gaten gehouden. Non. Non. C'est pas vrai. Wie denk jij dat de brieven heeft gestuurd? De geheimzinnige ozo alwetende meneer X. Hou op! Het is geen grapje! Niemand vindt het minder grappig dan ik. Maar ik laat me niet opjutten door een vent die gekke briefjes gaat schrijven. Je moet gewoon rustig blijven. Je moet gewoon laten gebeuren wat er gebeurt. Je hebt het toch niet in de hand. Je hebt gelijk. Fucking hell. Ik maak mezelf te druk. Ik heb gisteren zelfs een wapen gekocht. Wow, wow, wow. Wat doet dat ding bij mijn huis? Ik kreeg gisteren een brief dat ik zou worden vermoord. Ja, ja, zo letterlijk stond dat er niet. Nou, bij mijn man! Dat is overdreven. Kun je me beloven dat je hem niet zal gebruiken? Nou, het is hij of ik. Wie bedoel je met hij? X! Meneer X, 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 waarom denk je dat ik hier ben? François, je moet dat ding niet laden. Ik doe wat mij wil, imbecile. Wat ik wil. Non, wat ik wil! Goed. Dan vertrouw ik erop dat je hem alleen gebruikt in noodgevallen. Je bent de enige die ik nog kan vertrouwen. Die andere gast is compleet gestoord. Welke andere kast? Ja, daar slaapt hier nog iemand. Ik mag hem niet. Hoe eet hij? Als een beest. Non, hoe eet hij? Zijn naam, idioot! Oh, zijn naam, ja. Ja, dat wou ik niet zeggen. Wessel, jij weet dat ik er niet tegen kan als je grapjes maakt over mijn mondaad.
personaliteit. Het is mijn karakter. Ja, en als jij mij nu gewoon Wes noemt, dan maak ik geen grapjes voor. Te heet? Mos. Nederlandse pies. Waar kan ik mijn spullen in zetten? Dus trap op en dan meteen de eerste deur rechts. Die andere gast is ook boven. Hey Akel, kun je het zien? Oui. Schrale Akel. Fucking homo. Kom om 8 uur naar het Lommelsplein. Hier wacht ik op je. X. Wes, ga naar de stad. Misschien hebben ze daar betere pies. Wacht, hey, het is voor jou. Hallo? Je mag het huis pas verlaten om 7:30. Een seconde eerder en je staat op onze lijst. Monsieur X? Welke fucking lijst, idioot? Wie ben jij? Kom hier dan als je problemen mee weet. Hey gast, hey. Maak hem nou niet pissig. Hey, luistert ons af, Wes. Hey, luistert ons af. Er is een microfoon hier ergens. Er is hier ergens een microfoon. Oh, rustig, joh. Hey. Hey, luistert ons af. Ik zeg het je. Doe nou eens niks. Hey. Fuck hem. Blijf van mij af. Niet. Kalm. Fuck. Het laatste wat jij nu nodig hebt is koffie. Vandaag is een beetje man. Je slaat de poel hier kort en klein. Oké. Ben je kalm? Oké. Ben je kalm? Oui. Laat me los. Imbécile.